Start zijn opscholen Trensen binnen resorten Paramaribo Zuidwest. In het resort Weg naar Zee is het start zijn gegeven voor het opscholen van de Trensen. Hierdoor zal het probleem van wateroverlast tot een minimum worden beperkt. De opscholing wordt gedaan door het districtscommissariaat Paramaribo Zuidwest in samenwerking met NV Suriname Zwaar Materieel Surswam. Districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, Erik Groude, vertelt hierover meer in een gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. Het commissariaat zal daarna overgaan tot de andere resorten binnen Paramaribo Zuidwest. De DC geeft aan dat een tentatief programma is opgesteld voor de aanpak van de gebieden. Mocht een calamiteit zich voordoen in een ander gebied, dan zullen de werkzaamheden onderbroken worden en de machines daar worden ingezet. Ik zal proberen het programma uit te werken zoals opgesteld en elke resort komt aan de beurt, geeft de burgervader aan. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.